Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft 2 directieleden bij het ministerie uit hun functie ontheven. Gisteren in het parlement, tijdens de presentatie van de bewindsman van Onderwijs en Volksontwikkeling over de actuele situatie binnen onderwijs in Suriname, ging fractieleider van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland, in op deze zaak. Ik wil op dit moment mijn korte presentatie afronden, maar ik ga dat niet doen zonder aan te geven dat we enkele weken terug van de minister hebben begrepen dat er een dossier was, heel veel informatie over zaken die fout zijn gegaan bij het ministerie van Onderwijs en dat dat hem reden heeft gegeven om in te grijpen in bepaalde zaken. Wij verwachten dat de minister inderdaad komt met de informatie. Wij zien dat de minister maatregelen treft in zijn benoemingenbeleid. En voorzitter, laat het duidelijk zijn, daar hebben wij geen problemen mee. En ik denk ook de mensen niet. De minister ontheft mensen op basis van natuurlijk kan gewijzigde beleidsinzichten. Maar wanneer de minister mensen ontheft, laat mij zeggen van we zitten in de politiek. En we beseffen dat wanneer er een minister komt, dat hij zijn eigen omgeving, zijn eigen entourage wil inrichten naar zijn inzichten. En we kennen de inzichten van deze minister. Dus we verwachten iets anders. Maar waar wij op willen wijzen, is dat u niet moet komen met criminaliseren van mensen. Als u niet eens met de mensen gesproken hebt. Dat is onbehoorlijk bestuur. U mag iedereen vervangen. U mag iedereen zetten die u wilt. Als u vindt dat bepaalde mensen in die samenleving een hogere standaard hebben en dergelijke, en u die mensen, geen probleem. Maar criminaliseert u mensen niet, want wanneer u probeert om 1 vinger te wijzen naar mensen, wijzen 3 naar u. In ieder geval, de mensen hebben totaal geen probleem om vervangen te worden. Maar doe het op een verantwoorde manier. En zorg ervoor dat u geen boze geesten in die samenleving oproept, die u niet zult kunnen bezweren. Wij roepen u op. Denkt u na wat u doet. Wees u ver. En voordat u besluiten neemt, voordat u zaken brengt, onderzoekt u goed. En zegt u niet, ik moet nog onderzoek doen en mensen in die tussentijd criminaliseren. We zitten in een kleine samenleving. Een kleine samenleving waarbij als je mensen criminaliseert, kan je later komen en zeggen van ja, ik heb me vergist. Maar deze samenleving is zodanig samengesteld dat de mensen problemen kunnen hebben in hun verder leven. Volgens minister Henry Ory is hij niet bezig mensen te criminaliseren. We zijn helemaal niet bezig mensen te criminaliseren. Het is gewoon een HRM-vraagstuk. Wij zijn bezig wat ordening te brengen en je hebt sommige afdelingen en producten die niet goed lopen. Wij hebben inderdaad de nodige zorgen gedeeld met u over schoolvervoer. En het is gewoon een normaal managementverantwoordelijkheid van mij als minister, als hoogste gezag, om een aantal maatregelen te nemen. Niet leuk tegen mensen, maar wij zullen op gepaste manier kijken. We hebben niet mensen ontslagen, we hebben ze ontheven. En we gaan de komende tijd rustig met ze de mogelijkheden kijken hoe wij ze een plek kunnen vinden, want ik ben ook geen voorstander om mensen thuis te zeggen. En rancune is gezegd, criminalisering. Ik vind het jammer dat helaas in de discussie over wat er bij schoolvervoer allerlei mensen zijn gaan criminaliseren op social media. Maar ik ga je zeggen, ik en mijn ministerie hebben weinig mee te maken. Dat is het vrije spel van mensen die grappen uithalen. Maar ik wil me verre van dat soort dingen houden.